Mevrouw Samen, als allereerst mijn hartelijke dank dat u inging op mijn uitnodiging voor dit interview. Waarom is het volgens u belangrijk dat Europese landen zich meer zouden bezighouden met de bescherming van christelijke minderheden in het nabije Oosten? En kan u toelichten van waar uw persoonlijke motivatie en betrokkenheid bij dit thema vandaan komt? Ja, christelijke waarden en normen zitten in ons DNA. Het is een deel van onze Vlaamse cultuur, van onze eigenheid. Dus het is ook niet meer dan logisch dat ik me daarvoor inzet. Nu, we zien helaas een toenemende bedreiging ten aanzien van christelijke minderheden, vooral in de Arabische wereld dan. En we zien dat christenen worden vervolgd, ze worden geïntimideerd en zelf in de ergste zin gemarteld of zelfs gedood. Dus daar moet iets aan gebeuren. Hoe kunnen België en de Europese Unie volgens u een actievere rol spelen en sterker worden betrokken bij de bescherming van de rechten van minderheden in niet-EU-landen, met namelijk zoals in Turkije? Ja, België en de Europese Unie moeten eigenlijk in eerste instantie stoppen met weg te kijken. Stoppen met weg te kijken voor het probleem. Het probleem is Turkije. Men behandelt Turkije nog altijd als een loyale partner. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet meer. Men moet stoppen met inderdaad weg te kijken. Men moet harder op tafel durven te kloppen op internationale fora bijvoorbeeld. En een harde taal spreken ten aanzien van Erdogan. Want dat is ook blijkbaar de enige taal die hij begrijpt. Wat moet er volgens u concreet gebeuren voor de bescherming van de christelijke minderheden in het zuidoosten van Turkije, namelijk de zogenaamde Assyriërs en of de Arameërs? Ja, we moeten dit in eerste instantie blijvend aan de agenda zetten, zowel op sociale media, via verschillende fora, in de pers, op de niet-reguliere pers als de reguliere pers. En vooral ook hier vooral ook als politieker moeten we dit aan de agenda zetten, hier in het parlement bijvoorbeeld. Ja. Waarom worden volgens u gevallen van intimidatie, moord en brandstichtingen zo onderbelicht in de relevante politieke fora en komen ze niet of nauwelijks aan bod in de mainstream media? Er zijn verschillende gevallen geweest in de afgelopen 2 jaar in Zuidoost-Turkije bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Helaas ligt de politiek er te weinig wakker van. Zoals ik daarnet al zei, België en bij uitbreiding Europa moet stoppen met Turkije met de fluwelen handschoen te behandelen. Ja, er zijn tal van voorbeelden. We zien de schendingen van de mensenrechten in Turkije, de kritiek ten aanzien van opposanten die worden neergeslagen, de oorlogsmisdaden ten aanzien van Armeniërs, ten aanzien van Koerden, de illegale bezetting van een deel van Cyprus, illegale gasboringen, de dreigende taal van Erdogan aan de buitengrenzen van Europa. Ja, het moet gedaan zijn met Turkije als met de fluwelen handschoen te behandelen. En wat onze partij betreft, het moet ook gedaan zijn met die nutteloze toetredingsgesprekken en toetredingsonderhandelingen tussen Europa en Turkije. Turkije kan nooit een democratisch en absoluut nooit een Europees land zijn. Gelooft u dat dit geweld meer aandacht zou hebben gekregen van de pers en politiek indien Europese burger het doelwit waren geweest? Ja, godzijdank is Europa niet als Turkije. In Turkije worden dergelijke zaken onder de mat geveegd, verzwegen. En hier in Europa zou er toch meer aandacht voor geweest zijn. Heeft het christendom hier bij ons in België ook meer bescherming nodig? En zo ja, hoe zou u dat aanpakken? Ja, absoluut. U ziet dat het christendom meer en meer in de hoek wordt geduwd, zowel door de media als de politiek. Niettegenstaande dat het christendom ligt aan de basis van onze welvaartsstaat, van onze opvoeding, ook van onze verzorgingsstaat. Men moet zich daar ook een beetje meer bewust van zijn. En men moet ook opletten dat islamisering kan ook een bedreiging vormen voor onze westerse waarden en normen. Nu, ikzelf hecht heel veel belang aan die christelijke waarden. Ik hecht belang aan Kerstmis, hecht belang aan Pasen, zelfs aan onze Praschaatse feestdag Sint Antonius Abt, waar dat ook onze zoon bijvoorbeeld naar genoemd is, onze zoon Antoon. En bent u van plan zich ook in de toekomst verder te blijven inzetten voor de bescherming van de rechten van de minderheden in het nabije Oosten?
Ja, absoluut. Mijn partij en ikzelf zullen deze schendingen van christelijke minderheden blijvend aan de agenda plaatsen. Want wie anders gaat het doen? Ja, laatste vraag heb ik nog. Denkt u dat Erdogan een nieuwe Ottomaanse ambities heeft? Ja, ik verwees het daarnet al naar, in kort, de oorlogsmisdaden tegen de Armeniërs. Als we dan zien de situatie waar dat er vorig jaar, ik denk dat het echt letterlijk een jaar geleden is, wat er gebeurd is in Nagorno-Karabakh. Turkije heeft actief Azerbeidzjan meegesteund in die verschrikkelijke oorlog tegen die arme Armeniërs. Ja, dan zie je dat het enige doel van Erdogan is de uitbreiding van dat Ottomaanse Rijk en meer grip hebben op andere landen, op naburige landen. We moeten ons daar zeker voor behoeden. Oké. Dan wil ik me recht hartelijk bij u bedanken voor dit gesprek, mevrouw Samin. Heel graag gedaan. Dank u voor de gelegenheid.